Hoi allemaal, voordat deze video, vlog, hoe je het ook wil noemen, begint. Sorry dat de beelden af en toe een beetje zo schokkend zijn, maar blijkbaar kan ik mijn mobiel gewoon heel moeilijk stilhouden. En ja, verder zou ik zeggen, heel erg veel kijkplezier. De kwaliteit kan ook niet helemaal 100% zijn, als dat het normaal is. Sorry daarvoor, maar ik moet momenteel op mijn mobiel vloggen, omdat er nog steeds iets aan de hand is met mijn laptop. Dus in ieder geval hoop ik dat jullie het niet erg vinden en toch kunnen genieten van deze vlog. Veel kijkplezier! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 13 april en volgens mij is het niet eens zo heel laat. Het is 7:30. Misschien 7:30 net geweest nu. Ik weet het niet. Even op mijn horloge checken hoor. Het is 7:50. Zoals je ziet ben ik net uit de douche. Ik loop nog half aangekleed. Oh wacht. Nu snap ik het. Ik loop nog half aangekleed. Ik ben mij dus aan het klaarmaken. En ja, ik ben ondertussen lekker gezellig muziek aan het draaien, Snapchats kijken, vlogs kijken. Je kent het allemaal wel. Ik wilde vandaag vloggen omdat ik straks een, hoe heet zo'n ding? 24 uur bloeddrukmeter krijg. Ik hoop deze arm. Echt heel erg. Dus ik denk, ik neem jullie vandaag gewoon lekker mee in mijn life. Ja, yeah, that's it. Ik ga mij even lekker snel verder klaarmaken. Oké. Ik ben aangekleed. Oh, Tiddy. Shirtje is van de, volgens mij H&M. Als ik goed begrijp. Denk het wel, ja. Volgens mij komt deze bij H&M vandaan. Broek komt bij de, waar komt de broek vandaan? Oh my god. Oh my god. Sena. Zo. En, oep, ik heb de hik. En ik heb mijn Rose Runners aan. Mijn Nike's. Deze lopen zo lekker. Love them. Moet ze alleen een keer wassen. Ze zijn een beetje vies omdat ze grijs zijn. Maar ik ga nu mijn sieraden aan doen. En mijn make-up doen. Ben ik helemaal klaar. En dan ga ik naar beneden. En wachten tot we naar de dokter moeten. Om de bloeddrukmeter op te halen. En daarna ga ik trouwens wel naar school. Hoop ik. Als het kan met een bloeddrukmeter. Goed, het is nu precies 8 uur. Ik ben helemaal klaar. Mijn haar piekt echt als een idioot gewoon. Check de achterkant. Het staat hier gewoon overeind. Oh, zo vervelend. Ik ga er meteen nog even een beetje spul in doen. Beetje moes. Ik ben klaar. Outfit aan. Sieraad aan. Make-up gedaan. Ik ben heel erg blij met alles wat ik aan heb, eerlijk gezegd. Ik vind het best wel heel erg cool. Even mijn oorbellen goed doen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga dit open doen. Bam, light. Ik ga naar beneden toe. En ik ga lekker eten. En lekker warm chocolademelk drinken in de ochtend. Live. Oh my god, het weer is zo nice. Check. Oh, love it. In ieder geval, ik ga lekker naar beneden. En ik zie jullie straks weer. Goed, ik ben op school. Ik heb de bloeddrukmeter. En ik ga daar zo de les in. Oh, ik schrok me echt net rot. Dat ding gaat in één keer pompen. Oh, in ieder geval, ik heb het en ik ga de les in. Goed. Het is inmiddels al een aantal uur verder. We hebben nog 10 minuten om ons lunch te eten. We hebben eten gehaald. Kijk. En hoor. Dus ik zit lekker te lunchen. Het gaat tot nu toe wel goed met de bloeddrukmeter, maar ik schrik me elke rol. Ik ga dat ding af. Ik ben ook echt serieus echt nerveus. Dan zit ik echt van, ja, nu gaat hij af. En dan schrik ik wel nog steeds. Maar ja, gewoon raar. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik vanavond ga slapen. Want dat ding gaat om het uur af. En ik slaap, nou, ik slaap niet slecht. Ik slaap totaal niet slecht. Maar ja, ik ben gewoon best wel benieuwd hoe dat gaat. In ieder geval, ik ben lekker aan het lunchen. En we gaan dan meteen de laatste les in. En mijn moeder komt me halen, gelukkig. Dan hoef ik niet met de dingen
dit ding. met mee trouwens, ja. Dus. Ik ben tot nu toe wel heel erg tevreden. Ik in ieder geval. Ik ga lekker eten. En we gaan zo meteen weer naar huis. Goed, nog even gaan voordat de bel gaat. Ik was lekker aan het eten. En ik was Pompjes video of Snapchat aan het kijken. En dat ding gaat in één keer pompen. Ik schrok me eigenlijk kapot. Hij is nu dus bezig. Die ziet totaal niks. Maar die ziet dat ding af en toe. Oeh, hij is klaar. Oh, ik kan weer rustig verder eten. Ik ben thuis. Ik ben thuis. Oh my god. En ik kan jullie nu ook even de bloeddruk mee te laten zien. Namelijk, ik word hier helemaal gek van. Echt niet normaal. Ik heb naar mijn stage gebeld. Ik ben morgen iets later. En ik ben morgen iets eerder weg. Omdat ik moet die bloeddrukmeter morgen terugbrengen. En ik moet iets eerder weg omdat ze voor de uitslag bellen. Goed, ik ga jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Goed, dit is dus de bloeddrukmeter. Een hele slang zit erbij. Dit is het kastje. Deze kan je ook loshalen als je een riem hebt. Kan je hem hier gewoon zo aan je broek hangen. Ja, er zit een mega lange slang aan. Allemaal knopjes op dat apparaat, zoals je misschien kan zien. Hier gaat hij ook een keer meten. Ja, verder is dit de bloedmeter. En hieronder, wat? Ik zal het even anders doen. Kijk, dit is misschien wat duidelijker. Dit is dus de meter. Jullie hebben vast al eens een keer bloeddruk gemeten. Er zit met een slangetje, die zit onder mijn shirt. Over mijn nek. Zo naar hier toe. Goed. Leuke vlog wordt dit. Ik word zo gek van dit slangetje. Dat slangetje is zo lang. Echt niet normaal. In ieder geval, ik ga hem eigenlijk proberen om te kleden. Ik weet niet hoe het gaat lukken, maar ik ga het gewoon proberen. En ik heb zo'n klop aan de arm. Dat ding zit zo strak. Ik weet niet, hoe laat is het nu? Over 5 minuten gaat het ding weer af. Leuk. Ik ga hem in ieder geval even gaan omkleden. En nou, ik zie wel wat ik daarna ga doen. Eigenlijk wil ik even gaan liggen, want ik heb weer heel erg veel koppijn. Dus misschien dat ik eventjes ga liggen, maar dat weet ik nog niet zeker. Misschien dat ik even video's ga kijken, op mijn gemak kan ook. Maar ik ga in ieder geval vast even, kijk, ik heb het hier al neergelegd. Ik ga vast eventjes mijn slaapkleding aandoen. Goed, als het goed is gaat hij zo over 1 minuut. Ik heb me kunnen omkleden, gelukkig. Als het goed is gaat hij zo over 1 minuut pompen. Zo so weird. Daar gaat hij. Gelukt. Godzijdank. In de auto daarnet gaf hij error aan. Waarschijnlijk zat ik mijn arm te ver gebogen of weet ik het. Kijk zo'n joh, dat wordt gewoon echt helemaal paars. Zo weird. Nou ja, ik ga nu dus mijn broek nog uittrekken. En dan ga ik lekker mijn andere huisbroek ding aandoen. En dan vind ik het wel prima. Nou, ik ben dus in bed gaan liggen met die bloeddrukmeter. Ergens. Niet normaal gewoon. Hij ligt hier. Check. Mijn bloeddruk werd dus net. Oh. Het ging net fout, dus nu gaat hij weer. Waarom gaat het steeds fout? Buig ik mijn arm te veel of zo? Niet nog strakker. Nee. Oh. Mijn arm slaapt. Auw.
Oh, godzijdank, hij is goed. Het ging dus net fout. Er stond weer error. Ik weet niet wat ik deed, maar volgens mij buig ik mijn arm gewoon veel te veel. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dit irriteert me zo erg. Ik heb echt het gevoel dat het ding me gewoon kilt of zo. In ieder geval, ik lig in mijn bed. Jullie zullen vast denken, waarom? Ik ben heel erg moe. Ik heb heel veel hoofdpijn. Het zal nu rond een uur of drie zijn of zo. Geen flauw idee. Ik wil gewoon even liggen. Ik ben heel erg moe. En ik zal straks zo weer wakker worden, gaan eten en daarna weer gaan slapen. Dus ik zou in ieder geval de vlog eindigen. Ik wil nu, als ik nu kan slapen, wil ik nu slapen. Want waarschijnlijk ga ik vannacht heel erg rot slapen. Oeps. In ieder geval, als jullie deze vlog leuk vonden, geef deze video een blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat ik heel snel van die bloeddrukmeter af ben en dat ik vannacht kan slapen. Als jullie willen weten hoe het daarmee gegaan is, volg me op social media. Het staat nu waarschijnlijk niet onder deze vlog. Maar een paar vlogs terug staat het vast wel onder. Dus ik wil zeggen, check het in de videobeschrijving van andere video's. Of ik zet het hier nog even gauw onder als de video geüpload is. En in ieder geval, zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Ik heb morgen een schoolfotograaf op mijn stage. En het is superleuk met alle kinderen en zo. En vrijdag moet ik naar het oogziekenhuis. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar in ieder geval zie ik jullie gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doei! En ik hoop dat ik kan slapen.